Hi, goedemorgen, goeiedag, goeiavond, goeienacht, het maakt niet uit. Ik moet heel erg niezen. Nu ga ik praten en nu moet ik niezen. Ken je dat? We gaan opmaken met de dingen uit mijn everyday bakje, want het is No Spend November. Ik begin met de Catrice Soft Glam Filter. No Spend November is iets wat ik doe. Het is niet een ding of zo. Het is gewoon iets van mij. Omdat ik eigenlijk gewoon niet mee wil in de Black Friday hype. En ik vind dat ik genoeg geld uitgeef aan make-up en dat soort gekke dingen. Ik moet ook zeggen, ik ben nooit echt getriggerd geweest door Black Friday. En het is gewoon één maand lekker, zeg maar, om er niet over na te denken, om het niet te doen, om geen gekke dingen te doen. De True Skin Concealer van Catrice. Dus vandaar No Spend November. Ik doe dat, ik heb dat vorig jaar ook gedaan. En dat beviel eigenlijk wel. Dus waarom niet nog een keer? Nou, een beetje. Dat is eigenlijk No Spend November. Wat natuurlijk niet inhoudt dat jij niet mee hoeft te doen. Leuk als je meedoet. Geen verplichting overigens. Mensen heeft genoeg verplichtingen in zijn leven. En ik hou niet van verplichtingen. Dus True Skin Foundation. Maar laat me even weten als je meedoet. Dat vind ik dan wel weer leuk. Als je denkt, oh, dat is een leuk idee. Dan is dat leuk als je laat weten dat je ook van de week, wij zitten gewoon tv te kijken. Dennis lag natuurlijk iets op de bank, je kent het wel. Het was heel leuk trouwens, ik vind het echt heel leuk. En oh god, dan zit ik helemaal onder de foundation. Jezus, wat een on. Toen deed ik open en toen stond er een meneer voor de deur. En ik herkende hem wel, maar heel even dat je dan denkt, iemand die je al lang niet hebt gezien, zeg maar. En toen was het een oud collega van mij, van toen ik bij het UWV werkte. Nou, daar werk ik inmiddels al 10 jaar niet meer. En die heeft dus blijkbaar een nieuwe vriendin. En zijn nieuwe schoonouders, wonen dus bij mij in de straat. Hoe groot is de kans? Er wonen gewoon 1000 mensen of zo in het dorp. En toen had hij zoiets van, je herkent me niet. Ik denk, ja, ik herken je wel. Maar ik moet het even zeker weten, weet je wel? Het is even dat je dan zo'n moment hebt dat je denkt, hè? Maar wel heel leuk. Komt altijd heel goed met hem vinden. We zaten ook aan één blok tegenover elkaar.
Maar ja, dat was een leuk ding wat ik had van de week. Wat wilde ik nog meer? Ja, ik wilde een shout-out doen naar Jolanda. Omdat hij altijd van die lieve berichtjes van mij achterlaat. Dus bij deze. Dat vind ik heel lief. Ik heb de documentaire gekeken van David Beckham. Best leuke documentaire. Er komen dingen in voor dat ik denk, oh ja? Ik wist natuurlijk serieus wel de hype, hè, rond de Beckhams. Dat, ik ben natuurlijk niet helemaal van gisteren. Ik heb niet helemaal onder een steen geleefd. Maar ik wist serieus niet dat hij zo goed kon voetballen. Ik dacht altijd dat het gewoon een soort hype was om zijn uiterlijk of zo, weet je wel. Nou, dat wist ik zo. Dat wist ik oprecht niet. Maar goed, het is een leuke documentaire. Ik snapte alleen niet dat die Rebecca Loos vervolgens... Ja. Ik geloof niet... Grote haar. Nou, ik heb jullie natuurlijk allemaal verteld dat over Guus een maand geleden. Guus was onze, voor degenen die het gemist hebben, Guus was onze Berne Senne van bijna 12. En die hebben we moeten laten inslapen en dat was een heel verdrietig gebeuren. Maar... Voordat hij overleed, zaten we te lunchen met, met vrienden van ons. En toen kwam er naar voren dat zij hebben twee tackles. En één daarvan, nou ja, logisch, want er is een jongen en een meisje. Maar het jongetje is geholpen, maar het meisje niet. En ze waren naar de opvang. En je raadt het al, dat tekkeltje is daar gedekt, per ongeluk. Dus toen had ik als door een boemerhondje. Dus toen had ik als iets van, oh leuk, nou dat wil ik wel, ik doe mij er maar in. Een mannetje, bij voorkeur. Dus, nu waren we daar gisteren, oh nee, het weekend, Wessel en ik. Want ze zijn inmiddels geboren hoor, 5 oktober al. En het probleem is, had ik geweten dat Guus zo snel overleed, had ik het misschien niet gedaan, zeg maar. Want het lijkt in het echt minder blush te zijn dan wat op scherm is. Ik vond het een beetje te snel op Guus, zeg maar. Maar goed, beloofd is beloofd. Ik had beloofd, ik wil er één. Dus we hebben ze het weekend voor de eerste keer gezien. Het zijn 4. Super cute. Ik zal een fotootje van hem op Insta zetten. Super cute. Hij heet Anton. En wij gaan hem 2 januari halen. Ze had 1 mannetje en 3 meisjes. 3 teefjes. Die heten Anouk, Amber en Anne. Super schattig zijn ze, echt waar. Maar goed, ze heeft ze nog. Dus heb je interesse in een tackle? Kruising met een boemertje? Stuur me dan even een berichtje. Dan... krijg je van mij de gegevens.
En 2 januari. Of wij halen hem 2 januari, maar je kan natuurlijk halen wanneer je wil. Vanaf 28 december. Dan mogen ze weg. En waarschijnlijk ook wel wat eerder al hoor. Als je zegt, ik wil hem graag voor kerst geven. Of, dat is een leuk idee eigenlijk. Maar goed. Dat dus. Heb ik nog meer meegemaakt. Dit was de brow powder van Catrice. Dan heb ik de Essence Baby Got Bronze gebruikt. Een nieuwe airbrush. Ga ik nog meer doen? Nee. Ik ben gewoon lekker thuis vandaag. Even dit ding schoonmaken. Ja, dat is een typisch ding. Even dat ding schoonmaken. Alsof jullie dan begrijpen wat ik bedoel. Ik ben natuurlijk gewend dat ik tegen Dennis en Wessel praat. Die serieus begrijpen wat ik bedoel. Ik neem de Revolution 5D Whiplash Waterproof. Waarmee ik nogal eens uitschiet. Voor de onderkant en de bovenkant nemen we de Pure False Lash van Catrice. Dat is met het gebogen borsteltje. Oh, steek hem weer ernaast. Maar goed, er is dus al een nieuw hondje op komst. En dat vinden we eigenlijk een beetje snel. Maar ja. Ja, weet je. Het is nu eenmaal wat het is. Dit is de Intense Matte Lip Pen van Catrice. En die heb ik ook in de kleur 10. Dat is de lichtste kleur. En dan heel even deze, is dit een Shine Bomb? Een Shine Bomb van Catrice overheen. Hier staat een video van online wat mijn favoriete lip combo is. Maar ik vind hem zonder die Shine Bomb ook wel heel mooi. Maar dit is zeg maar net even de finishing touch. Zal ik nog even een spray op doen? Oh, deze maken we op denk ik nu. Vervolgens zit de mascara overal.
even de mascara schoonmaken. Dan moet ik zeggen, die van Catrice maakt makkelijker schoon dan die van Revolution. Die vlekt een beetje. Ik was van plan eigenlijk om een diadeempje in te houden vandaag. Ik vond het wel een leuk gezicht. Dit was mijn filmpje. Jullie een beetje bijgepraat. Wat leuke dingen verteld. Ik zal op Instagram een fotootje van Anton plaatsen. Dus kijk daar ook vooral even op. Ik doe nog even oorbellen in. En ja, heb ik nog leuke dingen die waarvan je zegt, die moet je kijken of die moet je proberen of zo? Weet je, of daar wil ik je mening over weten of wat vind jij daarvan? Of stuur gewoon een berichtje, laat het weten. En dan kan, dan kan ik altijd kijken of ik dat heb, kan krijgen, kan iets mee kan. En dan vind ik ook leuk om dingen te doen die jullie verzoeken, zeg maar. Ideeën zijn altijd welkom. Ja, dat was hem voor vandaag. Dit is een everyday lookje met mijn everyday tasje. Waar nog wel meer in zit. Ik heb geen highlighter, zit ik net aan het bedenken. Ik heb de Essence Make Me Glow highlighter. Dat is altijd een van mijn favorieten. Zo. Heel klein beetje glow. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak je me heel blij mee. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!